Oh, mooie dag. Oh. Nou, ik ben wel eigenlijk een beetje bang dat we die oorlog tegen Empire wel gaan verliezen. Maar ik heb alle hoop en vertrouwen. Tijmen. Ja, wat is er? Ik zag allemaal rook en zo daar vandaan komen. En ik zag iets neerstorten of zo en allemaal vuur. Oké, wacht. Waar was het? Kijk hier. Hier, daar, hier, kijk. Oh. Daar zo, zie je dat vuur? Ja. Wow, wat is dat? Wat is dat? Bosbrand of zo? Wacht, niet te dichtbij. Stop. Wacht. Wacht, maak even dit vuur uit. Je kan erin, maar wat is dit? Ja, echt hè? Hallo? Ga eerst. Oké, ik ga voor. Hallo? Wow, wie ben jij? Ik ben koning Danny. Danny van? Holy, hij is van Empire, hij heeft ook enchanted die. Nee. Je bent Empire. Wegwees hier. Ik ben van Godena. Dus jij bent een god? Ik ben een god. Holy shit. Wow. Probeer maar. Wat? Ik kan niet slaan, wat ik moet doen. Oh, wow. Huh? Ik kan hem ook niet slaan. Hey, je hebt die appels. Ja, hij heeft appels. Heb jij die golden apples? Gouden. Ik heb die golden apples. Holy shit. Okay, waar kom jij vandaan? Weet ik niet. Het is heel klein en heel benauwd en heel heet, want het komt door al het vuur. Ik wil even buiten. Heb je hoofd niet bij gedaan of zo? Nee. Ik weet alleen maar, ik stort hier neer en niet meer. Ik doe de deur open. Wat is het eigenlijk? Een soort komeet die je kan besturen. En ik heb geen idee waar mijn vriend is die het bestuurde. Maar die is er ook niet meer, dus die is waarschijnlijk dood. Dus een andere god heeft het bestuurd. Maar wat is je mis? Ja, een andere god. Wat is je mis? Nou, hij was geen god, hij was toch een normaal mens. Van deze planeet. Oh, okay. En ik heb... Weet je wel waar je bent? Kom even mee. Je weet vast niet waar je bent. Ik zal me even voorstellen. Dit is mijn kingdom. Ik ben koning Endoria, ja. Hij is ook koning. Hij zit hier vastbij, in een berg. Hij is mijn allianz. Wacht. Laat me raden. Jij bent koning Myron van Doxion. Ja, goed gedaan. Oké, hoe weet jij dat? Omdat hier mijn huis is. En ik heb best wel veel te maken gehad met goden en zo. Kijk naar boven. Wat? En ik heb best wel veel te maken gehad met goden, dus... Wow, ik dacht en hierboven is mijn... Maan was je... Oh, wacht. Hè? Oh, daar zit een Pokémon. Oh, wow. Oké. Ja, we hebben het expres gemaakt. Totdat ik terugkwam heb... de maan een beetje een soort onzichtbaar gemaakt. Kom dan beneden, hoor. Kom ik aan. Oké, maar ik wil even verder in de troonzaal praten. Want... Ja, ik kom naar de troonzaal. Oké. Ik kom ook wel. Oké. Maar dit komt mooi uit. Als het zo vrij weer zijn te vliegen. Myron, kom even naar beneden. Ga gewoon even staan op de grond. Danny. Oké. Ik wou dus... Ken jij Empire? Ik ken Empire. Daar moet je geen ruzie in. Ja, dat hebben wij dus. Ah. Het is niet echt. Ja. Kijk, de oude koning van Endoria hebben zij. Oh, sorry. En daarom werd ik een beetje kwaad op hun. En heb ik die gast geslagen. En hij verklaarde de oorlog aan mij. Dat is echt. Is niet slim. En nu dat je ik kan je bent, niet helpen mee. Kan je niet helpen? Ik kan je er niet mee helpen. Alsjeblieft. Wat? Wat? Nee. Niet weggaan. Hey, kom hier. Hey. Oh. Alsjeblieft, help ons met de oorlog. Ik kan je geen helpen, maar de koning van Empire. Weet je wat over Empire? Ik weet. Ik
weet, ik heb in mijn oude boeken en zo gelezen. Dus. Hebben ze arm hoor. Hebben ze ook een speciaal, weet ik veel, Ja, ik weet het. Ze hebben een toverstok. Ja. Ja, weet ik. Nee, net zoals. Ik heb het vorige keer gezien. Hij gebruikt een wand of zo. Een empire wand. Ja, een wand of zo, een wand. Ja, een empire wand. Net zoals een naam, empire. Hoe heet het de godwand, maar. Godwand. Ja, maar toen werden hun slecht en... Wat is er eigenlijk met hun gebeurd? Hoe zijn ze zo geworden? Oké, vroeger... Ik kan je nu al een heel lang verhaal, maar dat is heel lang terug. Vertel ik een andere keer. Ja, wat wou u zeggen? Koning zijn? Bent u nou god van goed of kwaad? Goed. Maar als ik goed ben, waarom helpt u ons dan niet? Ik kan u niet helpen. Als u even weet... dan kan ik dit hele verhaal weer gaan vertellen. Net zoals die vorige planeet. Ik moet... kunt u ons beter armor of beter zwaard of golden apples wel geven dat wij Empire met ons tweeën of misschien wel meer Ik zal dit armor houden. Dit armor dat ik nu aan heb, hou ik. Ik zal wel een keertje... weet je wat? Ik heb al een kist verstopt hier. Kom mee. Oké, wacht. Ik weet niet hoe jullie... komen helemaal boven die toren. Ik weet niet hoe jullie erop komen, maar ik kom over die toren. Oké, wacht, ik weet wel in de idee. Ik weet wel. Helemaal boven. Oh, echt erop, waar de vacht. Ik heb een pickaxe. Ja, ik ook. Ik heb een heilige pickaxe. Oh, wow. Shit. Oh, wat? Ik heb. Hoes, er ligt gewoon armor. Er ligt gewoon chesten. Moet je eens lezen, die heb ik. Voor de... Wat is dit? Wacht. Niets eruit. Even aan de kant. Ik maak even een trap, zodat we... Oké, dan ga ik jullie het verhaal vertellen. Weet je hoe het wist dat dit allemaal gebeurd was? Nee, ik zijn allemaal gouden appels. Oh. Daarachter. Holy shit. Oké, ik moet die koning... Nee, Marjan, kom even hier staan. Marjan, ga naar beneden, nu. Kom even hier staan. Naar beneden. Ja, waar? Helemaal. Kijk, Simon, u niet. Oké, maar u wel. Marjan, naar beneden nu. Marjan, ik wil dat je nu naar beneden gaat. Naar beneden. Ik geef hem graag. Sorry, ik ben heel gierig. Laat het oog los. Sorry. Gaan we naar beneden, Marjan? Schiet op. Ga via hier. Marjan, nu. Ik pissig hoor. Oké, ik zal het verhaal vertellen. Ik weet dit land. Dit is mijn geboorteland. Ja. Dit is jouw geboorteland. Dit is mijn geboorteland. Waar ik nu op sta. Waar u koning van bent. Oh. Oké. Myron. Koning Myron. Zij u met de. Myron, ga weg. Meer ongeduld. Oké. U heeft hier gewoond. Dit is uw geboorteplaats. Gewoon zou ik het noemen. Ik ben geboren in die bolder. Snel tijd wel even. Oké. Dag. Oké, nu ga ik u het verhaal van die Empire vertellen. Oké. Maar nog één vraag. Heeft Empire een zwakke plek ergens? Of zwakke kracht? Ze hebben één zwakke plek. Wat is die? Geen. Dat is dus niet wat. Oké, dit is er één. Welke dan? Maar dan moet u. Oké, die mag ik eigenlijk niet vertellen van mijn koning. Of wacht, koning. Ik ben de koning. Nee, ik ben co-koning. Oké, van mijn koning mag ik dan geen één aardeling of bewoner van een planeet vertellen. Ja, maar wij willen Empire gewoon weg uit de wereld verdrijven. Weet ik, maar Empire mag uitgeven. Dat mag dus niet. Waarom niet? Het zijn toch kwade mensen? Als Empire de wereld redt, is het balans van goed en kwaad verstoord. Of wacht. Nou, er is nog één poging die jullie kunnen doen door Empire te verslaan. Nou? Je moet de koning van de onderwereld je laten helpen. Wie is dat dan? Onbekend.
Myron, ga naar beneden, ik zie je naam. Myron. En waarom? Koning van... Wat is de onderling? Oké, maar ik wil het zeggen. Oké, ik weet dat ik het niet mocht afluisteren, maar... Ik ben een keer in de onderwereld geweest. Dat weet ik. Jij hebt beland zo goed en kwaad mee bijna verstoord. Ja. Dat wist ik toch ook niet? Oké, terug naar beneden. Hier. Hm? Laat hem op. Ja. Oké. Maar wat is dat dan? Dat die onderwereld... Dat is een... Oké, dan ga ik nu meteen het verhaal, door te vertellen wat de onderwereld is, moet ik meteen het verhaal van The Empire. Oké, lang, lang geleden, toen er nog geen één Kingdom was, geen één koning, alleen de koning van Empire. Ja. Zijn hun aangevallen? Door uw land. Door mij? Uw land. Jullie twee waren de enigste kingdoms die toen nog waren. Oké, maar... Toen zijn ze... Op een of andere manier hadden jullie een draak. Jullie kingdom had een draak. En die hebben bam gedaan. En hun mijn voorouders hadden wel een draak. Ik weet niet of dat hem is. Jawel, hoe heet die draak? Vertel me, hoe heet die draak? Ik weet het niet meer. Nee, het was jouw overgroot opa, die overgroot. Ik weet het echt niet. Ik kan me niks meer herinneren. Ja, ik kan me volgens wel wat herinneren. Volgens mij, ja, ik weet het denk ik. Heeft u al gezien wat hieronder ligt? Eclipton. Huh? Ja. Heeft u al gezien wat hieronder ligt? Ja, dat is een gegraven tunnel die in een bos uitkomt. Dat is onze... Die ik heb helpen maken. Heette die draak toevallig Eclipton? Eclipton, zei je... Ja, dat heet ze. En het enige probleem dat er nu nog is, jullie dit weten, zijn er twee mogelijkheden. Nou. Of jullie helpen Godin Empire het balans, dat Empire te doden en toch nog het balans terug te houden. Ja. Of jullie zijn de rest van jullie leven de tong kwijt. Ik kies voor het balans terug te krijgen in heel de wereld. Ik kies voor balans. Oké, dan hebben we één klein... Oké, dan zie ik jullie. Dan kom ik morgen terug met de portal naar de onderwereld. Ja. En gaan we kijken wat we daar kunnen vinden. Ik ben die gast een keer gezien en hij is niet bepaald aardig of zo. Ja, dus... De onderwereld klinkt ook niet echt bepaald. Ja, het chique. Nee, dat is het ook niet. Het chiqueste van het mooiste en het. Ze zijn 10 keer zo erg als Empire. Oké, dat wordt nu al een hele rotklus. Dat denk ik tenminste. Maar we hebben geen Empire. We hebben geen Empire Land. Dus dat is hun voordeel. Okay. Maar die bewaken ze wel. Die bewaken ze wel. Maar soms zijn die bewaken ze niet. Dus toen ik. Was waren die bewakers niet, maar die stappen nee, wel. Toen jij er was, heb ik je nog gezien, toen was er helemaal niemand. Oké, maar nog één ding wil ik zeggen. Als we naar de onderwereld zijn geweest, ik hoop te weten te komen waar Empire ligt. Dan gaan we ze binnenkort ook bespioneren en dan gaan we weten wat ze daar uitvoeren. Maar dat komt allemaal later inderdaad. Later. Heb je nog wat te vertellen, iets belangrijks wat wij moeten weten? Eén ding. En dat is? Jullie hebben één kans. Als de kans van jullie niet lukt om het onder... te zorgen dat de balans er blijft. Er blijft. Ja. Dan zullen jullie de dood krijgen. Waarom niet onze tong afsnijden? Omdat dat de eerste optie was. Je kon kiezen meteen de tong af of de dood als jullie niet slagen. Het gaat ons lukken. Geloof me. Ja, natuurlijk. Wil jij mij nog slaan? Ja, dag. Ik ga weg. Oké. Doei. Oké. Dan zie ik u de volgende keer. En dan hoop ik dat de klus goed wordt geklaard. Oké. Geef ik nog één bevel.
Nou? Voor u. Dat u door moet geven aan Empire. Vertel maar dat een aardvijand terug is. Oké. Ik zal het doen. Als jullie ze, als je hem ooit ziet. Gegroet. Gegroet. Oh. Oké. Dat was dus echt best wel een rare, ja, middag, ochtend. Ik weet ook niet wat het precies is. In ieder geval, we moeten samen met de koning van Daxion en de goden naar de onderwereld.